Robert Suzal, wat een knotsgekke middag. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk dat we de eerste helft prima spelen. Creëren een paar goede mogelijkheden, goede kansen zelfs. En die maken we niet. Zit 0-0 in de rust. Ja, en dan na rust dan valt die eenmaal. En dan valt er bij ons ook wel wat van ons af, joh. Ja. Merkt je dat ook in de ploeg? Dat zolang het 0-0 blijft, is het ja, dan blijf je maar gaan. Maar ja, je moet wel die goal uiteindelijk maken. Ja, het blijft spannend. En je weet dat je moet gaan scoren, want anders geef je het weg. En ja, wat ik net zeg, dan valt hij en dan ontploft het. En het publiek was fantastisch vandaag. Die hebben ons echt doorheen gesleept. Het was warm, het was heet, het was alles deze op het eind. Maar ja, als je dan deze uitslagen nu hoort, dan opmaken voor volgende week. Had je dat van tevoren durven dromen, dat het zo zou lopen? Dat je ja, een weekje koploper af en dan een weekje later weer koploper bent? Ja, eigenlijk wel. Ja, het klinkt heel lullig, maar ik zag mijn sluis gewoon niet winnen van Kozakkenboys. En doordat ze nu nog in blessuretijd gelijk spelen, zijn we Kozakkenboys kwijt. Dus dat is één minder. Ja, ons rest maar één ding en dat is volgende week afmaken. Ja, heb je nu ook het vertrouwen dat dat inderdaad gaat gebeuren? Ja, absoluut. Even terug naar de wedstrijd van vandaag. Hè? Wat was het voor een wedstrijd? Ja, ik denk dat het een zware pot was. Die zon natuurlijk, die volle bak scheen. Het was 5, 26 graden en voor mijn gevoel was 45 graden. Maar ja, het was lastig. Zij wilden een doeltrap wel vastzetten. Ik denk dat we daar prima onderuit voetbalden. Ik denk dat we het spel in handen hadden. We creëren goede kansen. Alleen het doelpuntje duurde wat langer. Gelukkig hebben we geduld gehouden. En valt die goal, valt de 2-0 en dan is het klaar. Ik merkte ook op een gegeven moment, toen het nog 0-0 stond, jullie kregen een aantal grote kansen om die goal te maken. Ja, dat lukt dan niet. Dat je je ploeg ook op sleeptouw neemt. Je blijft iedereen op scherp zetten. Is dat dan ja, wat de aanvoerder doet? Ja. De aard van het beestje. Aard van het beestje. Nee, dat zit in me. En de boel moet gewoon gek gemaakt worden en aangestuurd en gesleept en gesleurd worden. Ja, dan ben ik zelf wel totaal los na 80 minuten. Maar als de ploeg er dan wat aan hebt, dan heb ik mijn taak gedaan. En een blauw oog opgelopen nog? Ja, een klein tikje gekregen geloof ik. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ja, dat trek wel weg. Top. Als je volgende week maar weg is. Ja, dat zal een feestje worden denk ik nog. Nee, eerst een goede week trainen en dan het uiterste uit onszelf halen. Want Hardenberg is gewoon echt een goede ploeg. En dat, als we die winnen, dan gaat er wel een feestje losbarsten. We kijken uit naar Super Saturday volgende week. Ja, dankjewel.